So we have now arrived at the Causeway of Marken. You can see it behind me. This is about 2 kilometers long. Before 1957, Marken used to be an island until this road was built. And as you can see, it's quite narrow with just a bank of grass on both sides. And it's quite a nice way into Marken. In the story, you will see that the main character, he's driving into Marken with his bike. And what he sees when he's driving into Marken is this picture here. Except that he sees it when it's really bad weather. There's thunder and there's lightning, and he sees the big skyline just there to the left of the lighthouse, the little white tip there. And he sees his head office and all of the skyscrapers. Marken is the start of a tax-free zone. Basically, when he drives into Marken, he sees that in his glasses, which is the new smartphone of 2028, like Google Glass, except that I wrote it when it didn't exist yet. He gets a sign that he's entering a European Union tax-free zone. And that's very important for his company, because that thrives as a result of tax-free benefits. So this is basically what he sees, and his offices are there. De hoofdpersoon die rijdt hier deze toegangsdijk op van Marken. Dat doet hij nadat hij heeft onderhandeld over een miljardenkrediet in Londen. En het is echt heel slecht weer in het verhaal. Je kunt het ook zien op de omslagfoto. Daar zie je donder en bliksem op. En daar zie je dus rechts in beeld zie je de skyline. Die foto die is vanuit de lucht genomen vanuit een vliegtuig dat ik heb gehuurd. En daar zie je dus rechts in beeld de skyline van Markhattan. En als hij binnenrijdt in Marken, dan krijgt hij een signaal door zijn telefoon. Dat is een nieuwe smartphone van 2028. Waarop hij het signaal krijgt van u rijdt nu een belastingvrije zone van de Europese Unie binnen. En dat is heel belangrijk voor zijn bedrijf. Dus zoals ik al had gezegd, is dit een van de belastingvrije plekken in Europa en ook in de wereld. Net als de Cayman-eilanden, Gibraltar, Bermuda, waar het verhaal zich ook afspeelt. En Marken, hier is het. Dus geniet ervan.